Bij een innovatief boek denk je al snel aan dit, een e-book. Terwijl dit, een papieren boek, veel lekkerder is. Maar deze wereld, de boekenwereld, staat onder druk, maar een Eindhovense vinding moet daar iets aan gaan doen. Dag Gabi, goedemorgen. Hey, hoi. Je hebt een heel nieuw boek gemaakt. Waar is het? Bij de drukker. Ah, dus niet hier. Nee. Maar we kunnen er wel wat over vertellen. Zeker. Wat er bijzonder aan is, is dat het een mengeling is tussen traditioneel en iets heel erg nieuws. Want het boek is dadelijk met een speciale app te scannen. Er staan foto's in en als je die scant, komen die tot leven en zie je filmfragmenten die horen bij het passage uit het boek waar je op dat moment bent. Ik zou zo graag willen dat je me bij me was. Maar Chris, ik wil je zien. Echt zien. Waar gaat het boek over? Ja, het boek gaat eigenlijk over een zoektocht naar liefde en naar warmte van Mila, die voorheen een succesvol advocaat was en nu haar leven in Frankrijk leidt met haar man en zichzelf maar een beetje een saaie huisvrouw aan het vinden is. En via Facebook zoekt ze contact met haar oude liefde Chris en ja, dan begint eigenlijk het hele verhaal. Ja, het gevoel wat jij me geeft, dat heb ik echt in jaren niet gevoeld. Gabi's innovatieve boek is een echt Brabants product en ook de techniek achter de plaatjes komt gewoon uit Eindhoven. Natasja, goedemiddag. Jij bent verantwoordelijk voor de techniek achter de plaatjes van Gabi. Het heet Augmented Reality, dat is een hele mond vol. Ja. Maar het komt erop neer dat alleen maar jouw telefoon de plaatjes herkent en dan weet wat hij gaat laten zien. Ja. Maar dan wel zo dat je de achtergrond nog steeds kunt blijven zien. Dus je hebt een beetje een Harry Potter effect, echte plaatjes die tot leven komen. Ja. Dat is de verrassing. Dit is iets waar jij gespecialiseerd in bent, dus jullie doen vast meer daarmee. Het leek ons ontzettend leuk als iedereen in Nederland in feite zo'n kaartje kan maken. Technisch gebeurt er van allerlei ingewikkelde dingen, maar daar wil je mensen niet mee lastigvallen. Nee. Dus we hebben het zo gemaakt dat het zo simpel is dat jij vanaf je telefoon een video selecteert. Mm-hmm. Wij halen daar dan een foto uit. Jij kiest de foto die jij het leukste vindt. En die drukken wij af op een kaart en die versturen wij ook nog voor je. Dus de kaartjes, de plaatjes zoals in het boek van Gabi, kun je ook gewoon op een postkaart laten drukken en dan werkt het eigenlijk op dezelfde manier. Ja, en die app die hebben wij ontwikkeld. En dat allemaal uit Eindhoven? Allemaal uit Eindhoven, natuurlijk. Zo, we staan hier in de papieren boekwinkel in Eindhoven. Ja. Overgenomen door Paradigit. Het oude boek komt samen met een heel digitale reus, kun je zeggen. Ja. En daar komt jouw boek misschien wel net op tijd, toch? Ik denk dat het zo heeft moeten zijn, dat het echt perfect past. Arjen, dit is sinds kort jouw winkel van Pieren. Onze winkel. Onze winkel. Als digitale man ben je in een boekhandel gestapt. Waarom? Ja. Nou, een boek is ook een informatiedrager natuurlijk. En juist in de boekenmarkt zie je dat er heel veel digitalisering de komende periode nodig is. De gang naar het nieuwe boek en de nieuwe manieren van verkopen. Jij stapt dus in deze boekenwereld en vanaf een zijspoor komt ook Gabi jouw wereld binnenvliegen met haar hybride, ouderwets, maar ook digitale boek. Ja. Dat moet een geschenk zijn, lijkt me. Ja, dus het is natuurlijk schitterend hoe je elkaar al weer kan versterken. He, wij kunnen helpen met de presentatie van het boek. En Gabi belichaamt perfect de digitalisering van de boekenwereld. Hoe zie je dat voor je in andere boeken? Nou, we stonden net bijvoorbeeld in een rallyboek te kijken. He, dat is toch wel mijn grote hobby. Kijk. En toen zag ik een foto van een crash. En dan zeg ik van, hey, die beelden die ken ik van het internet. Dan zie je hier zo'n crash en als ik deze crash zie, dan zie ik de beelden gewoon voor me. Waarbij Petter Solberg, de driver, zegt: hey Phil, are you okay? What a monster. Okay. Huh? En dan voel ik de kippenvel op mijn lichaam. Gewoon juist ook door de combinatie en het versterkt elkaar. Gaat dit de boekenwereld redden? Eén boek gaat de boekenwereld niet redden. Het is wel een trend waarbij je ziet dat de boekenwereld ook modern kan zijn. Aan de ene kant, voor de mensen die dat leuk vinden. Maar daarnaast zal het papieren boek altijd blijven bestaan ook. Het mooie is dat je eigenlijk al heel lang vrienden kunt zijn met de hoofdpersonen uit het boek. Met Mila en Chris en Sebastiaan. Via Facebook, via Twitter en via hun blogs. Het charme van een boek is ook een beetje de verbeelding. Ja. Dat haal je hier wel mee weg, toch? Dat haal je er mee weg, maar ik denk je voegt ook heel veel toe. Want je kruipt er ook
dieper in. Het is inmiddels niet meer een boek, het is gewoon echt een groot project geworden. Lijkt me wel nog een extra spannend als je daar die presentatie hebt. Ja, schijn maar uit. Heel goed, succes. Ja, dank je.